Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing hier bij Gamersnet.nl. Jullie zenken? Ja. Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing hier bij Gamersnet.nl. Jullie denken, waar is Tom? Waarom zit Peter hier bij een unboxing? Nou, dat komt omdat ik hier Mam Elite in mijn hand heb van Razer. En die muis heb ik. Want ik heb hem in samenwerking met de Firefly. Dat is die muismat die de Mamba oplaat. En er was laatst een vriend Jelmer bij mij over de vloer. En die zei, ja, maar dat stond toch helemaal geen draadloze muis? Zeg je wel, is er wel een draadloze muis? Dan zei hij, nee, want als je de muis van de muismat afhaalt, dan kun je hem niet bedienen. En de muismat heeft wel een draad. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel waar. Dus het is eigenlijk veel makkelijker dat er nu een nieuwe versie is met Extended Chroma Lighting. Dat betekent dat de zijkanten ook verlicht zijn van eigenlijk de meest populaire muis van Razer. Kortom, we unboxen hem even. Ik maak hem even open. Dat was trouwens wel het makkelijke openingsdingetje. Super fijn. Kun je gewoon één keer... Handig hè, Tom? Hij is dan net de kutte namelijk. Maar goed, ik maak hem open. Hoppa! In één keer blijft het allemaal zitten, dat had niemand verwacht. Hier hebben we de lectuur. Nou goed, voor gamers, by gamers. Nou goed, net als gamers.nl. Hierachter wordt heel mooi de kabel weggewerkt, dus dat gaan we eventjes allemaal mooi openmaken. Oh sorry, ik moet het goed laten zien. Kijk, unbox niet zo vaak hè, Tom, zie je wel. Oh, shit. Goed, dat is dan open. Dit is dan heel mooi natuurlijk gevlochten snoertje. Dit is kwaliteit hè. 100 euro kostte die toch? Super vet. Wat is jullie mening over draadloze muis? Ik wil het graag weten. Want ik vind het namelijk wel heel erg handig, een draadloze muis. Maar reactietijd en dat soort dingen, dat heeft natuurlijk allemaal van invloed. En dit zijn dus de extra lampjes hè, die zitten. Dus de gewone man heeft dan alleen maar op de scrollwiel en het logo. Maar je heeft ook nog aan de zijkant natuurlijk RGB-verlichting. Nou, hier heb je natuurlijk een heel mooi dopje. Want natuurlijk extra, bewaar je die dingen? Dat wil ik ook heel graag weten. Want het zijn natuurlijk wel dingen, God, als ik hem vervoer naar LAN-party of zo, dan wil ik natuurlijk niet dat er een stofje komt. Want elk stofje kan jouw Counter-Strike match verpesten. Dat is waar. Dus dan doe je natuurlijk weer het knapje erop om mee te nemen. Ik weet ook niet wat ik zeg. Goed, we sluiten hem aan. Hij heeft hier de verlichting. Dan hebben we nog wat specs. Dat is natuurlijk een hele, hele vette muis. Volgens mij zit een beetje het paradepaardje van Razer. 16.000 dpi optical sensor natuurlijk. Ligt super lekker in de hand. Heeft ook niet te veel knoppen. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Dus niet te veel pushpas. Gewoon een goede muis die gewoon heerlijk bedient en niet te veel zeurt. Oh, hieronder zit nog een dingetje. Dit is dat het lekkerste, hè? Als je nu je telefoon koopt, ken je dat gevoel? Bah, gaat eraf. Super fijn. Wil je straks echt alles weten over deze Mamba Elite? Dan moet je natuurlijk snel terugkomen hier op gamersnet.nl voor de uitgebreide Gamersnet Gear en of geschreven review van de Razer Mamba Elite. Maar hoe vaak hebben we de Mamba Elite al behandeld? Nooit. Jawel, in combinatie met de Firefly. Dat was ook een Mamba. Dat is de tweede. De tweede. We gaan hem weer behandelen voor jullie, doen we. Je kan nooit genoeg Mamba hebben, aldus Razer. Ze zeggen zelf ook. Mana, 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 mamba. Oh, slecht item is dit.